Dit is John Leerdam, succesvol Antilliaan, succesvol theatermaker en tot voor kort succesvol Tweede Kamerlid. Wat houdt hem nu bezig? Oh, dat we daarom weer hebben. Dat ik... U gaat terug de Tweede Kamer in? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja? Ja, zeker. Hoe dan? Omdat ik ben tweede opvolger. En dat betekent dat je dan, zoals het er nu voor staat, dat ik binnen afzienbare tijd weer in de Kamer zou worden beëdigd. Hoi, hoe gaat het? John Leerdam keert dus niet fulltime terug in de theaterwereld. Nooit meer. U wilde toch ooit de zwarte Joop van den Ende worden, toch? Ja, dat wou ik. Ja. Het is wel een kracht van u, theater maken. Het is ook een kracht van mij. Ook. Bent u een betere politicus dan theater maken? Nou, het is... Ik vind niet dat je het met elkaar kan vergelijken. John Leerdam wordt bijna 50 jaar geleden geboren op Curaçao als jongste in een gezin met 4 zussen. Na zijn middelbare school vertrekt hij naar de toneelacademie in Maastricht. Daar wordt hij na 1 jaar weggestuurd, want als zwarte acteur met een scheef gezicht en een Antilliaans accent zal hij toch nooit aan de bak komen in de Nederlandse theaterwereld. Hij vertrekt naar Amsterdam en studeert daar af in theaterregie en drama. Begin jaren 90 trouwt hij met jeugdliefde Roos Bulo. Dan slaat het noodlot toe. Hij wordt ernstig ziek. Zijn artsen geven hem nog 10 dagen te leven. Hij belooft God dat als hij blijft leven, hij zich in zal zetten voor de maatschappij. En hij blijft leven. Ze judgen ons. Ze schatten ons in. En ze denken, dat halen ze toch nooit. John Leerdam boekt succes met zijn theater Cosmic. De voorstelling Koningin van Paramaribo speelt in alle mainstream theaters van Nederland. Maar zijn droom... Met alle multiculturele gezelschappen samen een vuist maken gaat niet in vervulling. Daarmee is de theaterwereld te klein geworden voor zijn ambities. Hij is dan al gescout door de Partij van de Arbeid. In 2003 wordt hij Kamerlid met in zijn portefeuille kunst en cultuur en de Antillen. Een flamboyante man die het niet kan laten van politiek theater te maken en van theater politiek. En als ik er niet meer ben, wees lief voor haar. Ik heb nog geen kou na deze enorme prestatie. Geweldig, hartelijk bedankt. Ja, dit is onze zaal. Dit is een plek waar ik even heel diep in mezelf kijk. Tegelijkertijd jezelf afvraag, klopt het waarmee je bezig bent? En doe je het nog, is het nog zuiver? Doe je het nog voor de mensen? Maar boze tongen kunnen ook spreken van ja, die ijdeltuit. Men denkt misschien wel juist van meneer Leerdam is met zichzelf bezig. Hoezeer doet dat dan? In het begin heeft het veel pijn gedaan, maar op een gegeven moment heb ik het ook gewoon naast me neergelegd. Soms heb ik een goede vriend of vriendin waar ik even tegenaan moet praten, om het even van me af te kunnen zetten. En dan vervolgens dat ik soms denk van, ach, weet je, ooit zullen ze me dankbaar zijn. Dat is een vrolijk kind, een heel lief vrolijk kind. Hij maakt altijd zo'n soort gebaar met zijn handen. Dat doet hij ook als hij in het gezin is. Want hij, dat is zo, dat is bij elkaar trekken. Dat is wat hij letterlijk met zijn lichaam fysiek doet. Het grote misverstand rond John Leerdam is dat hij een ijdele schreeuwlelijk zou zijn. En dat is hij absoluut niet. Wat zou er niet gebeurd zijn als John er niet was geweest? John is er wel altijd in geslaagd ons in contact te brengen met mensen van die eilanden. Dus niet alleen de politici, want die kom je toch wel tegen, maar al de mensen daarachter. Maatschappelijke groeperingen. Hij nam je mee, hij stelde je aan mensen voor. Dat was wel de winst. Als hij dan zijn jas uitdoet, zijn pak en zijn mooie hemd of whatever, zijn gekleurde sokken, schoenen, gewoon in zijn pantoffels... Zijn grote joggingbroek en zijn trui. Don John is thuis.
Waar denkt u aan bij de kleur zwart? Bij de kleur zwart? Integer. Integer. Afkleden. Alle... Integer, afkleden. Chic. Hoe zou u het liefst willen sterven? Ha! In de armen van mijn vrouw. Omdat we veel met elkaar hebben meegemaakt.